Kelvin Leerdam, hoe is het met jou? Maar goed. Morgen weer spelen? Ja, klopt. Dus... Maar je speelt te weinig voor jouw gevoel, hè? Nou ja, ik was tegen Sparta geblesseerd. En sindsdien heb ik minder gespeeld. Hoe komt dat? Nou ja, dat is voor mij ook een vraag. In ieder geval, ik weet dat ik tegen Sparta geblesseerd is. En voor de rest hebben we niet gecommuniceerd. Dus ik weet het niet. Snap je het? Natuurlijk niet. Ik heb alles gespeeld tot mijn blessure. En, ik heb een bijdrage geleverd. En zoals ik al zei, we hebben niet gecommuniceerd. Dus ik weet het niet. Maar voor de rest? Dus, voor de rest is alles gewoon goed. Maar je had iets meer krediet verwacht? Nou ja, eigenlijk wel. Maar het is nou eenmaal zo. En, we gaan gewoon door. Heerenveen, wat verwacht je van die wedstrijd? Nou, het wordt in ieder geval geen makkelijke wedstrijd. Heerenveen heeft spelers met speciale kwaliteiten. Zeker in de voorhoede. Ze hebben een speler die volgens mij tweede staat op de topscorerslijst. En Larsen is een goede speler. Die staat volgens mij ook bovenaan met assist geven. Dus ze hebben speciale kwaliteiten. Ze hebben ervaring met schaars. En het is gewoon een goede ploeg. Ze hebben wel wat minder punten gepakt. Maar je moet je daar niet door laten misleiden. Omdat het is gewoon een gevaarlijke ploeg. Is de vierde plaats nog haalbaar voor Vitesse, denk jij? Ja, zolang er nog genoeg wedstrijden zijn waar je genoeg punten kan halen, denk ik wel dat het haalbaar is. Ja, kijk, Utrecht is natuurlijk nu favoriet omdat ze op die positie staan. En zolang zij winnen, zal je ook moeten winnen. En, we moeten gewoon zorgen dat we de druk ophouden. En hopen dat zij een misstap begaan en zelf alles winnen. Twee voetballende ploegen in elk geval morgenavond tegenover elkaar. Hè? Ja. Waarbij het er in het tweede seizoen zelfs bij Heerenveen niet zo vaak goed uitkomt. Nee. En bij jullie meestal toch wel. Ja, het blijft wisselvallig. Ja, je hebt ook een beetje geluk nodig, weet je. En, we hebben bijvoorbeeld tegen Heracles vind ik persoonlijk niet goed gespeeld, ondanks dat je met een man meer stond. Dan heb je geluk dat ze de bal op de paal schieten en dat Ilo een wereldredding maakt. Die heeft wel vaker punten voor ons gepakt dit seizoen. En, je hebt ook een beetje geluk nodig. En dat hebben wij dus de laatste weken wel.